droom eigenlijk zoals iedereen. Ik denk gewoon dat mijn dromen een beetje specialer zijn dan de meeste mensen. Ik wil op elk continent de hoogste berg beklimmen en ik wil die daarbij nog eens volledig op eigen krachten bereiken. Dit noemen ze de Seven Summits of Happiness. Ik ben momenteel al 5 jaar bezig met het uitvoeren van dat hele project. Ik heb 15 landen doorkruist, 2 woestijnen en de top van Europa bereikt, de Elbrus. Om dan na 13.000 kilometer fietsen aan de voet van de Mount Everest te komen. Dat is de Mount Everest! Ja! Woehoe! Om de top van de Everest te bereiken heb ik heel wat moeite moeten doen. Ik heb daarvoor 3 pogingen nodig gehad om uiteindelijk op het dak van de wereld te kunnen staan. Ik voel me zo klein. Ik had dag in dag uit jarenlang gewerkt om daar uiteindelijk te staan. Het was echt een gevoel van opperst geluk. Na de Mount Everest fietste ik verder naar Indonesië. Een tocht van 9000 kilometer doorheen Zuid-Oost-Azië, waar ik overstapte op een roeiboot en vaarde van eiland tot eiland 4000 kilometer over verschillende zeeën. Na vele tegenslagen bereikte ik Papua en eens daar aangekomen fietste ik nog eens 1500 kilometer doorheen de Papuaanse jungle. Uiteindelijk bereikte ik na 2,5 jaar de top van de Karstenspyramide. Maar mijn tocht is nog niet halfweg. Ik heb nog 30.000 kilometer te fietsen, 8.000 kilometer te winnen en 4 bergen te beklimmen. Naast deze uitdaging zet ik mij ook in voor de Shangri-La Home. Het is een Belgische VZW dat zich inzet voor de straatkinderen in Nepal. Aangezien ik zelf ook op straat geleefd heb, vind ik het belangrijk om deze kinderen te gaan ondersteunen. Sinds enkele jaren heb ik het geluk om samen te werken met Fayamundo. We hebben dezelfde normen en waarden en willen samen de wereld omarmen. We willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij dit avontuur en bewust maken hoe we kunnen werken aan een betere samenleving en zo een betere wereld gaan creëren. Een wereld waarin iedereen zijn droom kan verwezenlijken.